monteren. Welkom terug, dames en heren. Vandaag gaan we alle onderdelen monteren in het motorruim. En dat gaat niet allemaal zonder problemen. Dit en meer zien jullie zo meteen na de intro. Gelijk op een garage. Hoppakee. Die toetjes hebben we er allemaal op zitten nu. Die heb ik allemaal, als het goed is, waterdicht gemonteerd. Dus die staat klaar om naar beneden te gaan. Maar we hebben meer. Ik was natuurlijk even naar Erik en Diana geweest om een pompje op te halen. Nou, dit is hem uiteindelijk. Ik heb dus van twee pompen één pomp gemaakt. Hier is de andere pomp. Toen heb ik hier vandaan de klep overgezet. En die omkeerklep die zit achterin, maar die veer die was gebroken. Ja, dit is dus die veer. Althans, dit moest één veer zijn. Dat is nu een tweedelige. Hij zit ook helemaal in elkaar. Dit moet dus één veer voorstellen, zo. Hier, zoiets. Dus, maar die is gelukkig eruit gekomen. Is nu klaar. Dit is trouwens het nieuw type display. Heb ik ook nog geprobeerd over te zetten. Maar die is dan weer niet compatible met de software. Dus toch maar weer het oude display erin. Die gaan we dus nu monteren beneden in het ruim. We zijn er bijna. Die zou hierop komen. Ja, dit is niet het mooiste, maar dat maakt me niet uit als het eerst maar werkt. Belangrijk, want ik zit al een paar dagen zonder water. Deze gaat naar de boiler. Zullen we die ook gelijk even erop zetten? Zo. Oké. En dan moeten we hier dus een slangetje tussen doen. Je zou zeggen, er hoeft geen slangenklem meer op. 15 bar mag erop, joh. We hebben daar twee slangen. Die moeten zo meteen op deze tuutjes. En dat is voor het water wat zeg maar uit de motor komt. Het koelwater. Dat wordt natuurlijk ook heet. En daar kan je dus ook tevens mee die boiler opwarmen. Dus als je dan gaat varen, hoef je dus helemaal niet je boiler aan te zetten. Om heet water te krijgen. Dat wordt gewoon door de motor geregeld. Dat is mooi toch? Maar nou zit er nog zo'n aftapding op. Waar ze de overdruk is in de boiler. Ik denk op zich dat die zoals hij nu staat, dat die erg mooi staat. Vind ik. Nou, dan gaan we even gaatjes aftekenen. Zo, dat was dat. Maar is dit het wel. Een ringetje, ootje, zo. Als je hem gaat opstarten, is het belangrijk dat hij niet soort van leeg of droog staat. Maar ik heb ook geen idee hoeveel erin moet. Dus we beginnen even met een. Dit is een kwart liter of zo, toch? Ja. Het is ook een stuk voller nu. We willen ook niet dat het overstroomt hier allemaal. Het begint wel ergens op te lijken, jongens. Nou. Yes! Slangen erop! Hij zit vast. Hoppakee. Ligt onder in het schip. Ging zo goed, hè? Het ging zo goed. Inmiddels ben ik even verplaatst naar de slaapkamer. Dan wil ik hier dus een onderbreking in maken. Omdat de druk er nu af is, gaan we hem met deze doorknippen. Zo, en dan komt er een ijsstuk tussen. En dan maken we daar weer een afsluitertje op. En dan hebben we in ieder geval voorlopig hetgene wat ik wou. Kijk, ik heb dus nu een ijsstuk erin zitten. Met een slangetje eraan en een kraantje. En deze wordt om de wasmachinekraan uit te kunnen zetten. Ik ga hier dus nog klemmen opzetten, zodat het ook nooit uit elkaar kan springen. Zeg maar dit soort zadels ga ik erop zetten.
Maar voor nu toe is de voorbereiding er. Wat we gaan doen, we gaan even de stekker erin doen. En dan hopen dat we niet zeiknat worden. Daar gaat hij dan. Daar gaat hij, jongens. Ligt het aan. Eén bar. Ja hoor, we hebben gelijk al een kaarsje. Hier hoor ik hem ook. Dat klinkt niet goed, hè? Oh jee, jongens. Die druk moet omlaag. Ja, en hier was het gewoon een kwestie van even een tikkie aandraaien. En hier is het nu helemaal droog. Ik heb de druk ook gelijk even ingesteld. Hij stond zeg maar als een soort standaard instelling nu op bijna 3 bar. En dat is hartstikke leuk als je het nodig hebt. Maar ik heb dat niet nodig. Voor mij hoeft het niet de kraan uit te spuiten. Het moet gewoon eruit komen dat je handen kan wassen. Normale waterdruk, zeg maar. We hebben net een beetje de ketel ontlucht. Of die boiler. Door hem even op het warm water en de kraan even open te draaien. Dan ga je de boel ontluchten. En daarna kreeg ik op zich een goede waterstraal. Maar goed, we gaan hem gewoon even gebruiken. Ik ben hiervoor blij dat hij erop zit. Ik weet niet wat hiermee gebeurd is. Hier is iets fout. Weggegaan. Geen idee. Helemaal niet doorgaat. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik denk dat er een plank tegen aangekomen is. Maar goed, we hebben weer water, mensen. En dat we hier een heel klein... Ja, hier komt een druppel, zie je het. Ik wil hem nog wel een tikkie nageven, maar... Moet ik eerst mijn bako even ophalen. In de kast heb ik net gekeken, want ik heb in de kast dus een aftakking gemaakt. En dat is voor de vaste wasmachine aansluiting. Dat is nog niet helemaal af, maar... Tot nu toe, dat ik daar net ging kijken, geen druppel, kurkje droog. Dus we hebben overal weer water. Hij had een fout en dat klopt. Dat geeft hier ook uit, fout en waarschuwingen. En dat was een druksensor. Nou, die heb ik dan vervangen. In een video is dit natuurlijk een klusje van 20 minuten. Maar in het echt is dit toch wel iets meer werk. Eerst maar even de boel goed door laten stromen. En dan pas de boiler aanzetten. Ik ben heel blij tot zover. We gaan even naar boven. Ja, ook in de kast hier was ik al verder gegaan. Kijk, ik heb dus nu overal klemmen opgezet, of zadels. Zodat deze slangen, die kunnen nooit eraf schieten. We zitten nu aan de andere kant van het schip. Maar ik zou dus nog iets anders gaan plaatsen. Iets wat totaal buiten het watersysteem om is. Maar wel een heel belangrijk ding. En dat is een scheidingstransformator. Als je aan de wal aangesloten zit met een walspanning, dan geeft dat nog wel eens een probleem als je dat rechtstreeks aansluit op je apparatuur. Zodat de invloeden van bepaalde stromen in het water, dus eigenlijk potentiële verschillen, ik kan er niet goed op komen. Want anders zou dat het metaal van de boot kunnen aantasten. Vandaar dat een boot ook anodes hebt, hè, wat dan als eerste aangevallen wordt. Maar om alles nog meer te beperken, hebben we dus een scheidingstravo. En die had ik nog niet ertussen zitten. Dan moet ik even hier tussen. Hop. De laatste tijdens voor mij die vast zat, heb ik losgeknipt. Nou zou die in theorie... Zo. Victron, jongens. Dit ding weegt lood. Is niet te tillen, man. Ongelooflijk. En daar is die dan. Deze kan ik zo vasthouden. Dat andere ding was niet te tillen, joh. Even kijken of dit gaat passen, jongens. Die wortels die zijn even de struggle van dit moment. Hij past hier wel heel goed. Het is de bedoeling dat we nu dit doosje hier... Kijk, hier heb ik dus het doosje. En ik heb het er ook netjes opgeschreven. 220. Walspanning. We gaan eventjes via de multimeter kijken of we spanningsvrij kunnen werken. Ik kan helaas niet veel verder draaien. Ik heb al last van mijn nek. Zie je het? Ja, hij geeft dus 0,045 volt aan, oftewel, dat is spanningsloos. Hier staat dan input en hier is de output. Dus nou zou het zo moeten zijn, als hij op zijn plek zit, dat dit hem net dan is. Ja, ja, er zit gewoon nog ruimte in mijn kabeltje, zeg je dat? Dat betekent dat we hem zo door de wortel heen moeten proppen. De wortel allemaal opendraaien. Het is wel een beetje erg grof. Dat past wel net aan. Nog ingedrukt moet worden straks.
Zit allemaal vast. Ja, ik kan het niet anders filmen dan op deze slechte manier. Herrie die je hoort is de kachel. We hebben twee klosjes. We hebben een supersonische kit die al een soort van uitgedroogd was. Ja, weet je, de binnenkant is nog vloeibaar. Dus we gaan gewoon smeren met Wood Max. Want Wood Max is echt een supergoeie lijm die eigenlijk op alles plakt. Ga ik hem naar voren trekken. Ga hem helemaal lekker insmeren met lijm. En dan doen we de klosjes eronder en dan hopen dat die blijft hangen. Ik zie trouwens aan de overkant een lampje branden van mijn nieuwe pomp. Daar ben ik heel blij mee. Deze heb ik uit de Enjoy Life 2.0. Dus mijn boot wordt ook een soort Enjoy Life nu. Voor een hele leuke prijs over mogen nemen van Erik. Ja, nou nog monteren, hè. Oh jee. Hoe gaan we dit nou weer knap doen? Er gebeurt van alles. En ik ben de enige die het kan zien. Het grote voordeel is nu dat de lijm wat dikker is. En het smeert als een malle. We gaan een poging wagen. Je hebt best kans dat ik hem er zo meteen ook gelijk af moet schroeven. Hij zit nu geplakt en hij lijkt echt top te zitten. Zoals je ziet, hij hangt nu. En ik heb het dekseltje waar die normaal gesproken de, ja, het dekseltje waar we normaal gesproken de bom mee afschermen. Die kan schuiven. En daar heb ik nou een schroefje ingedraaid als een soort wig. Dan duwt hij een beetje tegen die plaat dan. Hij hangt er niet meer aan. Hij duwt er alleen maar tegen. Dus nou laten drogen en hopen op het beste. Ziet er wel uit, hè, dit. Maar ja, zo gaat dat, jongens. Zuinig zijn. Plakt echt als een dijken, die rotzooi. Het is er niet ruimer op geworden, hè. Kijk, het dekseltje er weer goed op. Maar vier kleine schroefjes kunnen dit makkelijk vasthouden. Want hij zit gewoon netjes. Dit was een hele belangrijke om schade te voorkomen aan de boot. Want daar is het eigenlijk hoofdzakelijk voor bedoeld, zo'n scheidingstravo. Hier. Ja, daar. Het belangrijkste is dat je dus je kabels netjes invoert via de wartels. Dan heb je een trekontlasting. We zitten gewoon weer op dat doosje. Gaan we even kijken of we balspanning hebben. Hup, dan zetten we hem eventjes aan. En dan schakelt hij om en dan moet hier iets in beeld gaan gebeuren. Kijk, daar is hij. We hebben walspanning. Maar we zien in ieder geval dat de omvormer werkt. Dus dat is weer dik voor elkaar. Nou, tijd voor de grote test natuurlijk. Prima toch? Goed hoor. Top, ik ben blij mee. Kijk, weer of geen weer. Dit soort mensen hebben we hier altijd. Hij is net gevallen. Nee, dat geeft niet. Dan is het een kwestie van weer overeind komen. Windje pakken. Gaat hij hoor. En ondanks al het geluid, dat ik hier al een paar keer langs liep, zeg deze gewoon van, bekijk het maar, ik sta in rust. Ik ben nu in de auto gesprongen. Ik ga naar een winkel die verkoopt zowel nieuwe als tweedehands producten. En het leuke ervan is dat je dus ook spullen kan brengen. Ja, en als je daar zo aankomt, dan zie je zeg maar dit schuurtje. Dan denk je helemaal niet van, joh, er zit nog van alles achter. Maar ze hebben hier dus echt, maar dan ook echt van alles. Ja, die komen voor mensen nog bekend voor, hè? Dat is het oude paneel.
Deze meneer heeft mij hier geholpen. Ja, zeker. En met wie hebben we te maken? Raymond van Ruitenbeek. Raymond van Ruitenbeek. Ja. We zijn bij? Bootaccessoires Vinkveen, uiteraard. Kijk, en daar kan je eigenlijk dus voor nieuwe spullen nieuwe en tweedehands spullen. Tweedehands spullen. Heb je spullen over? Wij verkopen ze. Al ruim 35 jaar. Dus, ja, dat is wel heel gaaf. Dat is allemaal een aardig poosje. Ik heb net een rondje gedaan en je hebt ook een behoorlijk assortiment, mag ik wel zeggen. We zijn een beetje gegroeid in die 35 jaar. Ja. Oké. Okay. We begonnen met een klein hoekje zo groot als de balie aan die kant. Ja. En het is nou... Het is nu een heuse winkel geworden, hè? Want... Ja, 600 vierkante meter. Ja, en hebben we boven nog? Ja. Of is 600 bij elkaar? Ja, boven en beneden. En dan boven een stukje buitenterrein. Dus oké. Okay. Ja, mocht wie dan ook spullen hebben, kom maar brengen. Ja. Wij zorgen voor een nieuw baasje. Hartstikke goed. Ik ga nog een rondje doen, want ik vond er een hoop leuke spullen tussen staan. Dus. Helemaal goed. Gaan we doen. We gaan het verder afhandelen hiermee. Helemaal goed. Super. Nou, leuk man. Oké. Hey, dankjewel. Dankjewel. En ze hebben alles hier, hè? De kust in de keur. Ongelooflijk. Het mooie is, als we hier nu... is ook iets wat ik nu net ontdek. Ze zitten vlak langs de snelweg namelijk. Maar achter, kijk dan. Gewoon bij die achterhaven. Dus mocht je een keer bij het water hier, of via het water hier in de buurt zijn, kun je dus ook gewoon even langskomen en buurten. Ja, mooie winkel. Ja mensen, en dan komt toch ook deze video weer tot een einde. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Zoek je nog iets voor je boot? Neem gerust eens een kijkje bij die bootaccessoires in Vinkeveen. Prachtige winkel. Doe nog even een duimpje omhoog en abonneer nog eventjes. Dan zien we elkaar bij de volgende. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.